welkom. Daar ben ik weer voor een nieuwe film. Afgelopen weekend ben ik een weekend weg geweest. En daar wou ik het graag over hebben wat ik eigenlijk in het weekend eet. Als ik weer ga. Ik vond het wel erg moeilijk om aan mijn zes eetmomenten te denken. Ik was met mijn vriend naar Center Parks geweest. En dan ben je net lekker 2 uurtjes aan het zwemmen. En dan kun je eigenlijk alweer gaan omkleden om weer wat te gaan eten. Dan zaten we in het hotel van Center Parks. En er was dus geen keuken. Dat was ook wel heel erg lastig. Want dan kun je niet eventjes zelf gewoon wat eten klaarmaken. Wel hadden we een klein koelkastje. Daar hadden we wat drinken in. Want het was afgelopen weekend rond de 30 graden. En dus drinken was erg belangrijk. En als je dat altijd maar moet kopen bij een restaurantje, dan kost het een hoop geld. Wat ik wel heb gemerkt is dat ik het afgelopen weekend weinig aan mijn eiwitten heb gedacht. Normaal eet ik wel veel eiwitten, zoals een eitje, gekookt, gebakken, uit de oven, kwark, yoghurt, melk. Nou, dat had ik dus allemaal helemaal niet. Ik heb wel aan de gezonde dingen gedacht, dat ik gezonde crackers nam of... of we gingen daar wat eten, dan had ik samen met mijn vriend wat besteld en dat deden we samen, omdat ik natuurlijk niet zoveel op kan. Maar wel weinig aan mijn eiwitten gedacht. Ik had alleen met het ontbijt wat eieren op, wat melk gedronken en verder merkte ik dat het wel slecht ging met eten. Dus de volgende keer zou ik echt denken van, als ik ergens heen ga naar Center Parks of zo, dan zorg ik echt dat ik een keuken heb. Zodat ik wat makkelijker aan mijn eetmoment kan denken en gezonde keuzes kan maken. Nu was het toch al gauw meer bij de plaza, bij Center Parks, eventjes een schnitzel met salade, dat ik wat salade eet en een paar hapjes schnitzel. De dag daarna hebben we kippenpoten gegeten met z'n tweeën. Meer dat soort dingen. In plaats van echt de bewuste gezonde keuzes. Maar goed, je bent ook een weekend weg, dus het mag ook eventjes wat anders zijn dan thuis. Maar ik ben blij dat het maar 2 nachtjes waren. En toch vind ik het wel fijn als we weg zijn. Maar qua eten is het toch wel weer fijn dat ik thuis ben en weer goed kan gaan eten. Dus vandaag was ik weer thuis gekomen en vanavond meteen lekker een stukje groente. En was heerlijk. Verder is het normaal dat ik op iedere maandag op de weegschaal mag staan. Maar vandaag was ik dus nog op vakantie. Ik ben vanmiddag pas teruggekomen, dus morgen mag ik op de weegschaal. En ik ben benieuwd wat de weegschaal gaat zeggen. Ik vind het wel spannend, maar we gaan het zien. Het is nou wel dat de weegschaal steeds minder snel gaat met afvallen. En nu zit ik gemiddeld dat ik 100 gram per week afval. Op het begin was het echt 1 à 1,5 kilo per week. En nu is het 300 gram, 500 gram, 100 gram. Dus het gaat allemaal niet meer zo snel als in het begin. Maar als ik maar mijn best doe, dan komt het allemaal goed, zeggen ze. Dus nou, bedankt voor het kijken. Hebben jullie nog vragen? Vraag ze gerust. Dan maak ik er een video van. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.